Hoe komt nou een boomkweker uit Opheusden aan een zuster uit Koten? Ja. Ik vind het wel, hoor. Ja. December 2019 hadden ze toch officieel een verkering. Dus dat ging best snel. En Henk heeft het ook officieel gevraagd. En toen vroeg hij iets op een romantische bromtoon. En toen heeft ze maar ja gezegd. Nou ja. Was het niet helemaal waar? Ik wist niet wat hij had gezegd. Nee. Maar ik heb het toen wel gehoord. Ja, dat zeg je nu. Ja. Hallo. Hier. Simone ging met Henk mee voor een ritje Groningen. En wat denk je, bij de oprit Dodewaard, ja, autopech. Vader moest komen en wat zag hij daar? Henk met een blond meisje. Nou, hoe kan dat nou? Ja, meestal vraag je ook toestemming aan je schoonvader. En Jan, tot een paar weken geleden toen ze bij ons waren, had hij het niet gedaan. Maar ik heb gezegd, doe dat nou maar. Heeft hij het gedaan, Jan? Hij heeft iets gemompeld. Oké. Okay. Hendrik, Thijssen, neemt u aan tot uw wettige echtgenote Simone Rijn en zult u getrouw alle plichten vervullen die de wet aan de huwelijkse staat heeft verbonden. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Simone Rijn, wat is daarop uw antwoord? Ja. Wat ik jullie toewens is dat God zelf jullie gids en ook jullie leidsman mag zijn en zal zijn. En zijn woord dat het jullie kompas mag zijn op jullie huwelijksreis. Want liefde is meer dan een warm gevoel. Liefde is wonderlijk. Dat hebben jullie zelf ook ervaren. Liefde gaat vanzelf. Henk en Simone, nu het huwelijksbootje aan de reis is begonnen, wens ik jullie een gezegende en een behouden vaartuig.